VDL is en blijft een Brabants bedrijf, maar een groot deel van de groei komt uit buurprovincie Limburg. De autofabriek in Born bouwt daar minis voor het Duitse BMW. De fabriek verdubbelde de productie, maar niet alleen daar ging het goed. Ook de rest van VDL maakte winst. Medewerkersaantallen zijn gegroeid en ook de orderportefeuille is behoorlijk gegroeid in 12 maanden. Dus wij zijn content. Met 13.500 medewerkers staat VDL nu nog steviger in de top 3 van grootste Brabantse bedrijven. Naast Philips en ASML. En met de verwachte omzetgroei in 2017 naar 5 miljard is het einde nog lang niet in zicht. Gaat die groei niet wat te snel? Nee, want we hebben onze organisatie daarop aangepast. Die hebben we iets groter gemaakt om het allemaal goed te kunnen besturen. En financieel staan we er goed voor, dus we kunnen deze groei ook goed aan. VDL wil dit jaar aan de slag in een relatief nieuwe markt. Dat zijn elektrische vrachtwagens. Ervaring deden ze op in Eindhoven met de elektrische bussen die daar rijden. We zien dat we de technieken vanuit bus kunnen gebruiken voor truck. En we hebben gezegd, we willen graag in dat gat springen, omdat de huidige spelers daar nog te weinig mee bezig zijn.